Gran Canaria, Las Palmas, Maspaloas. Wow, ik zeg het gewoon in één keer goed. Maar ja, het ziet er gewoon echt uit als op de foto's. En dat is niet altijd zo met hotelkamers. Dus ik ga je even een rondleiding geven. Dus hier buiten heb je het zwembad. Hier is het balkonnetje. En hier zijn mijn schoenen. En dan lopen we zo. Dan hebben we hier een bankje. Tafeltje. Ja, ik heb nu even snel mijn spullen daar neergedumpt. En die trui ook, want het was echt 24 graden. Dus dat was een beetje te enthousiast. En hier een super groot bed. Wow, deze telefoon is wel echt zo'n soort van vintage telefoon. Het past echt totaal niet bij de rest van het uiterlijk hier. Maar goed, hebben we hier een warmteinstel iets met airco. Hier een kluis en een kast met hangers. Dan hebben we hier een soort van kerstboom die omgetoverd is tot lap. Ik moet hier zelf een beetje hard om lachen. En er ligt hier een krantje met dingen die te doen zijn in Gran Canaria. Super chill om ook eventjes te werken. Best een fijn plekje, ook met de stopcontact hier. Dus dat is ook goedgekeurd. Komen we nu in de badkamer. Best een mooie badkamer, al zeg ik het zelf. De vloer is hout. Nou, dit is de wc. Nou, hier ben ik. Föhn, dat is ook wel handig. Hier zit nog body lotion. Mooie wasbak. En een mega grote regendouche. Goedemorgen! Ik ben de dag vroeg begonnen met meditatie. Daarna had ik een afspraak. Ben ik eventjes gaan ontbijten. Had ik nog een afspraak. Die was ik bijna vergeten. En gisteravond heb ik dit krantje gelezen. En daar staan echt super mooie bestemmingen in. Dus wat ik ga doen, ik ga even een half uurtje koekeloeren van goh, wat is er in de buurt nou te doen. Dan ga ik naar de supermarkt om in ieder geval zonnebrand te kopen. En misschien omdat het vandaag bewolkt is, ga ik vandaag wel gewoon even naar het shoppingcenter. Want ik heb gewoon geen zin om dat soort dingen te doen als het heel warm weer is. Ik ben aangekomen op de plaats waar ik het ga doen. En wat ga ik doen? Ik ga kameel rijden. Dat heb ik echt al heel lang niet gedaan. En ik dacht, ik weet nog wel dat ik het heel eng vond toen ik het voor de eerste keer deed in Turkije. Maar nu, door de duinen hier met de kameel, dat is echt wel een unieke ervaring, denk ik. Deze dromedaris heeft een blauw oog. Ik zit nu op een dromedaris. Het stond erbij dat het een kamelen ride zou zijn, maar hij heeft maar één bult. Dus het is een dromedaris. En we gaan nu dus door de duinen heen lopen. Het schijnt hier sowieso super mooi te zijn om dat te doen in Gran Canaria. Goedemorgen vanuit het bewolkte Gran Canaria. Maar dat maakt niet uit, het is 7:50 en ik ga naar de ontbijtzaal. Ik ga ook even vragen of er iets van de wellness is hier in de buurt. Ik ben aangekomen bij de spa, maar we gaan eerst even het gordijntje dicht doen hier. Zo, hasta la vista, jongens. Ik heb een privé spa geboekt en moet je kijken hoe dit eruit ziet. Is toch niet normaal. En hier heb je dus nog een jacuzzi of een sauna. En hier heb je ook nog zo'n hele binnenplaats. Mamma mia. En dit heb ik allemaal voor mezelf. Zo, dat was lekker. Ik heb het nog nooit echt gedurfd. Ik was vorige keer ook in zo'n soort van spa. Toen hadden ze ook zo'n super koud bad. En dat was een soort van vorm van een ton. Ja, ik durfde daar echt niet in. Maar dit? Oh, het is zo lekker. Ik ga straks nog een keer, denk ik. Maar ik ga nu eerst even hier zwemmen. Ik neem mijn camera even mee het zwembad in.
Ik ga echt zorgen dat ik hem niet laat vallen. Maar dit zwembad is dus lekker warm. En ik ging er dus induiken. En toen bleek dat ik super goed bleef drijven. En ik hou heel erg van floten. En ik was de laatste tijd op zoek om dat ergens in de buurt van Rotterdam te doen. Maar ik kon het niet zo goed vinden. Maar dit is dus zout water. Dus je blijft drijven. En het is zo, zo, zo chill. Zo, ik heb vandaag echt super lekker aan het strand gelegen. Voor mijn idee ben ik verkleurd, maar ik denk niet dat je dat ziet op de camera. De schoonmaakster heeft mijn bed weer heel netjes opgemaakt. En ik ga nu lekker eten en vanavond ga ik een pubquiz doen. Is een keer wat anders. Zo, daar ben ik weer. Ik ben even in de hotelkamer, want ik ga lunchen. Ik heb me eigenlijk de hele dag nog niet ingesmeerd, maar ik heb in de schaduw geleefd. Dus ik hoop dat ik niet verbrand ben. Maar het is niet oké, maar ik heb vanochtend bijna de hele dag gewerkt. Omdat ik realiseer gewoon dat mijn bedrijf echt super hard aan het groeien is. En dat ik echt extra bezetting nodig heb. Dus ik was iedereen aan het appen van, oh ja, ik dan en dan en dan en dan. En volgens mij is het nu geregeld. Dus de telefoon ligt daar aan de lader. Ik ga hem echt heel lang met rust laten. Neem papier mee en een pen. En ik ga even plannen wat ik vanmiddag ga doen. En ook voor morgen. Zo, ik heb net even deze look gefilmd op mijn Instagram. Het ziet er wel heel natuurlijk uit. Ik had vandaag geen zin om mascara op te doen. En mijn haar is, het is nog een klein beetje vochtig. Maar volgens mij is het tijd om te gaan eten. Ik heb honger en ik heb mijn jurk aan die ik gisteren bij een gek Chinese winkeltje heb gekocht. Maar hij is mooi, hij is zomers, hij is helemaal Gran Canaria. Dus let's go! Oké, ik ben dus net aangekomen. En we moeten dus hier helemaal omhoog. Oh my god, ik heb hoogtevrees. Oh, we gaan nog hoger. Oké, het stopt. Nou, ik was dus bij Bohemian Suite & Spa, want daar op de 8e verdieping zit dus de rooftop bar, de 360 graden rooftop bar. En daar hebben ze dus een cocktailbar die heet Atelier. Dus daar was ik dus vanavond en ik heb gegeten als een koningin en gedronken als een koningin. En de rekening was €53, dus ja, ik weet niet. Ik vind het wel meevallen, maar voor Spaanse begrippen is dat wel van het hogere segment. Maar goed, we moeten genieten van het leven, doen we ook niet elke dag. Dus de meneer van het hotel die heeft net de taxi voor me gebeld. En ik hoop dat hij er zo aankomt. Goedemorgen. Ik heb net ontbeten en ik sta nu bij de bushalte. Ik ga vandaag naar Las Palmas. Ik heb wel een globaal idee wat je daar kan doen. Maar ik heb niet alles uitgezocht. Dus ik laat me vandaag gewoon lekker verrassen. Ik ben op Playa de las Canteras en het eerste wat mij opviel hier is dat ik echt 4 honden heb gezien en iedereen had een soort van bidon met water bij. Dus zodra die hond dus plast, moeten ze daar dus water overheen spuiten. In ieder geval, ik heb het nu 4 keer gezien en ik ben letterlijk 1 straat doorgelopen. Dus ik denk dat dat hier gewoon een algemene regel is of zo.
Maar ik heb ook wel het gevoel dat mensen mij hier een beetje aanstaren. Misschien komt het omdat ik wit ben en twee keer zo lang ben dan de gemiddelde Spanjaard. Maar ik zie ook wel mensen nu op het strand liggen en ik denk dat die witter zijn dan ik. Moet je kijken, er zitten allemaal spinnenwebben in deze boom. Het zijn allemaal spinnenwebben. Yay! Ik ben thuis. Ik dacht dat ik nooit thuis zou komen. Ik was dus achtervolgd op het strand van Playa de las Canteras. Er was een man die probeerde iedere keer mijn hand te pakken. Toen heb ik gezegd, luister, stop hiermee. Probeerde dit nog een keer, daarna nog een keer. En toen daarna heb ik gezegd, luister, jij gaat die kant op, ik ga die kant op en we zien elkaar nooit meer. Tabé. Nou, toen heb ik gewacht tot hij een heel stuk rechtdoor liep. Toen ben ik bij het strand gestaan om te kijken en te wachten van, oké, als hij op een goede afstand is, dan ga ik dus snel een andere straat in. Dus hij liep een stuk rechtdoor en ik ben echt als een speer die straat ingerend en doorgerend. Op een gegeven moment ben ik dus gestopt. Keek achter me, was hij er niet. En toen dacht ik, hoe, daar ben ik vanaf. Dus heb ik een beetje, ja, ben ik een beetje op adem gekomen. En toen keek ik dus nog een keer achter me en toen liep hij daar weer. Toen zei ik, luister, tot hier en niet verder. Hè? Nu moet je gewoon teruggaan. En er was dus een vrouw die liep tussen ons twee in. En ze zei, oh, word je lastiggevallen? Loop maar met mij mee dan. Dan breng ik je wel naar waar je moet zijn. En zij bleek uit België te komen en ook zelfstandig ondernemer te zijn. Dus nog wel een leuk gesprek mee gehad. Maar ja, ik vind het jammer dat altijd moet gebeuren als vrouw. Weet je, ik ken geen enkele man die ooit echt lastiggevallen door een vrouw. Maar waarom gebeurt het dan wel dat vrouwen worden lastiggevallen door mannen? Nou, ik vind deze oorbellen echt heel chic staan bij mij. Alsof ik ze van Dior heb. Maar ze zijn gewoon van H&M. Sst. Zo, ik heb net nog een beetje werk verricht en ik heb vanavond niet echt superveel gegeten. Vooral niet met de hoeveelheid die ik vandaag heb bewogen. En toen liep ik dus naar de receptie en ik vroeg, ja, kan ik misschien wel iets van een mini pizzaatje bestellen of zo? En toen zei ze, we hebben hier gewoon Uber Eats. Ik bedoel, halleluja. Ik ben echt fan van Uber Eats en dit is niet gesponsord of wat dan ook. Maar ik heb dus even wat lekkers besteld. Dus ik ga er lekker opknabbelen. En gewoon even een filmpje kijken. Of een serietje kijken. Doe ik normaal niet zo vaak. Maar het is vakantie. Dus we moeten ervan genieten. Ik ben net live gegaan op Instagram. En mijn haar is wild. Maar ik moet opschieten, want ik ga naar de duinen. En dan moet ik voor door een Rio Hotel. Dus ik dacht, nou, doe mezelf even mooi opmaken. En mooie oorbellen in. Dan kom ik er hopelijk wel doorheen. Ik ben aangekomen bij de duinen. Als je het kan zien. Ik denk dat je het net niet kan zien. Ik moet eigenlijk naar een hoog punt. Maar ik hou echt niet van zand aan mijn voeten. En ja, de duinen zijn nou eenmaal gemaakt van zand. Dus even kijken wat ik daarop ga verzinnen. Even serieus, jongens. Dit zijn dus gewoon... Dit is gewoon zand, hè? Het is echt super hoog. Het is echt super hoog. Het is echt bizar. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het lijkt echt de Sahara, joh. Ik heb net een tapasbar in de buurt gevonden en die tapasbar heet Good Vibes. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik heb gevraagd of het Nederlandse stelletje ook meegaat. Dus we gaan waarschijnlijk met z'n drieën even gezellig eten. En daarna zien we wel weer. Goedemorgen op deze mooie zonnige zondag in Gran Canaria. Ik ben net vertrokken van mijn hotel Cumara Serenoa. Nadat de bus of de taxichauffeur mij bij de verkeerde bushalte had afgezet. Dus ik ben net naar deze bushalte toe gelopen. Maar toen zag ik mijn bus dus wegrijden. Dus tot zover mijn geluk deze ochtend.
ben nu in Puerto de Morgan en achter mij zitten een heleboel mensen te vissen. Want als je hier nog maar een stukje zee over de rots schiet gaan, zie je overal krabben. Ik heb nog nooit zoveel krabben bij elkaar gezien. En het water is hier super helder. En ik ga straks even hier dit trappetje af. En dan ga ik even lekker een plonsje wagen. Ik ben nu in Puerto Rico. Oh, de zon is zo fel hier. Maar het is hier echt zoveel warmer dan waar ik net was. En ook best wel veel is hier uitgestorven. Kijk, bijvoorbeeld hier achter mij. Nou, dat is één winkeltje, maar daarnaast alles is dicht. Die rijden achter is ook helemaal dicht. Daar is ook alles dicht. Het lijkt net gewoon alsof mensen zeg maar gestopt zijn met werken en alles hebben achtergelaten hier op sommige plekken. Het strand daarentegen is wel heel vol. Kijk maar. Wauw, dit zou echt een super mooie beachclub zijn. Maar het is ook gewoon helemaal gesloten. Zo, als dat gevuld is met water heb je echt een van de mooiste beachclubs hier die ik tot nu toe heb gezien. Echt jammer. Ik hoop dat het niet failliet is gegaan. Ik ben aangekomen bij Anfi Del Mar. En dit is... Dit is echt niet normaal. Ik denk dat ik hier blijf, jongens. Ik denk dat ik hier blijf. Wauw. Even serieus. Het lijkt oprecht wel alsof ik in de Seychelles ben. En I like it. Aangezien ik dat niet kan betalen, is dit een mooi alternatief. De stranden hier zijn ook wit. Het wordt ook wel Bounty Beach genoemd. Dus wit strand. En het loopt hier heel snel naar beneden. En we komen dus ook van een best wel hoog stuk. Dus ik moet best wel een klim naar beneden. Om daar te kunnen komen. Maar kijk dat blauwe water, joh. Ik heb het er 100% voor over. Vind jij de pizza ook zo lekker? Lekker. Gezellig, ga het eten. Nou, van alle zeebaardelratten kom ik natuurlijk nog eens keer over dat hotel heen gestrand in mijn strandpakkie. En natuurlijk best wel een beetje verbrand. Vooral mijn voorhoofd, hier en hier. En mijn neus is vrij rood. Maar ja, eigenlijk ziet het er ook wel weer ergens heel schattig uit. Zo, ik heb me toch maar even omgekleed. Want ja, iedereen zit super netjes met het eten. Ik vind gewoon niet dat ik het kan maken om daar met mijn tomatenvoorhoofd en mijn zanderige poten aan te komen. Dus die zanderige poten gaan we straks even afspoelen. Goedemorgen op de laatste dag van het Gran Canaria Cumara Serenoa avontuur. Ik ben zoals je ziet al wat spulletjes aan het inpakken. Ik moet om 12 uur uitchecken. Dat is over 3 of 4 uurtjes. Ik heb een handdoekje bij het zwembad gelegd. Want ja, ik wilde wel gewoon voor de laatste dag gewoon een mooi plekje hebben, toch? Snap je? Maar hij ligt er nog maar 5 minuten. Dus het valt wel mee. Maar de rest was eigenlijk al vol. Dus iedereen is wel veel erger dan ik ben op dat gebied. Dus ik hoop dat niemand hem weghaalt. Dit ga ik even snel inpakken. Daarna ga ik aan het strand liggen. En vanmiddag ga ik denk ik nog even buiten de deur lunchen en naar de supermarkt toe, zodat ik niet bij het airport vanavond McDonald's hoef te eten. Zo, ik heb een nachtje gewerkt, maar de transfer kunt ons zo ophalen. Tenminste ons, met ik en andere Nederlanders. En dan gaan we richting het vliegveld en dan moet ik alweer bijna naar huis. Gisteren ben ik thuisgekomen van een heerlijke vakantie in Gran Canaria. En
Ja, ik was 8 dagen alleen op vakantie. Is heel goed bevallen, ik ga het zeker nog een keer doen. En mocht je nou vragen hebben over Gran Canaria, drop ze dan even in de comments. Vergeet je niet te abonneren en ik zie je de volgende keer. Doeg!